dit moet je een beetje open laten zo. Op 4 locaties heeft Den Haag zijn vuur gedoogplaatsen. Feesten concentreren, de boel overzichtelijk houden is het streven in Haaglanden. Maanden voorbereiding zijn aan de komende nacht voorafgegaan. Oud en nieuw maak je niet om 12 uur 's nachts. Oud en nieuw maak je in de maanden voorafgaand aan de uiteindelijke jaarwisseling. Overleg met wijkorganisaties, met jongeren. De hele buurt bouwt mee aan de legale vuurplaats aan de rand van het Laakkwartier. Vroeger waren er op kruispunten in de wijk metershoge vreugdevuren. Bewoners stonden doodsangst uit. Nu niet meer. Dat is mooi. Onder begeleiding van. Nou, ja, zo ja toch? Wat zegt u? Ze hoort het toch ook, vind je niet? Beter als al die losse troep allemaal. Ja, maar hartstikke leuk. Een gehuurd bestelbusje voert een nieuwe lading aan. 200 pallets, gescoord in Rotterdam. Vanuit de lucht controleert de politie stad en streek op illegale brandstapels. Bij de gedoogplek houden wijkagenten toezicht. Ja, goed, we kennen elkaar ook allemaal, dus dat is wel handig. Hè? Ik bedoel, dus ja, je weet wat je aan elkaar hebt. Ze weten tot hoever ze kunnen gaan. En wij weten ook wat we aan hen hebben. Schaftijd, bij wat volgens de bouwers zonder twijfel het mooiste vreugdevuur van Den Haag zal worden. Ja, voor ons wel, is dit de mooiste brandstapel van Den Haag. Zeker weten. Onze eigen buurt, eigen vuur. We zijn nog een van de weinige buurten die vuur mogen hebben. Dus voor ons is het mooi, ja toch? Het is niet, vuurtje hoort erbij.